We gaan door naar de volgende leerstoel. En Frank Curves en Mark van der Meer, die doen dat samen. Ze zijn beide hoogleraar vanuit de leerstoel onderwijs-arbeidsmarkt. En het plaatje wat erbij gekozen is een weegschaal. Die slaat misschien een beetje door naar de ene kant of misschien naar de andere kant. Go ahead! Ja, dankjewel Marjan. Dit plaatje, ik heb 2,5 minuten. Want we moeten het delen, maar ik moet delen met Mark. Dit plaatje is een opwarmer, want de stelling die wil ik helemaal aan het einde pas verraden. Ik begin met mijn pitch. We overladen ons onderwijs en de schoolleiders en leraren voortdurend met nieuwe voorwaarden en eisen. En men moet niet alleen bevoegd zijn om leraar te zijn, maar ook zijn er steeds hogere eisen bij de intrede in de lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor diploma. En daarnaast is het zo dat leraren tegenwoordig ook punten moeten halen via cursussen en bijeenkomsten. Ik heb overigens zelf ook deelgenomen aan zo'n bijeenkomst van het CNV, door het CNV georganiseerd, als niet leraar, maar dus wel als hoogleraar. En ik heb daar nota bene een certificaat gekregen met mijn naam erop. En dat zou ik dus inderdaad voor het lerarenregister kunnen gebruiken. Dankjewel CNV. Het is goed voor het vullen van het lerarenregister, die certificaten. Waar leraren alles moeten bijhouden wat ze aan scholingsactiviteiten doen. En waarschijnlijk ook handig voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken van leraren door de schoolleiders. En nu ben ik op zich niet tegen het lerarenregister, dus als symbool voor die harde eisen in die weegschaal. En ik ben dus ook niet tegen harde eisen. En misschien zijn die harde eisen wel een van de redenen waarom we een van de beste onderwijslanden ter wereld zijn. In allerlei ranglijstjes. Maar laten we het belang van die harde eisen en het lerarenregister niet overdrijven. Het gaat namelijk niet om het afvinken van scholingsverplichtingen ten behoeve van een goede beoordeling. Het gaat om het cultiveren van de intrinsieke motivatie van de leraren. Oh, is dat die 2,5 minuten? Ja, dat is die. Ja, die hebben we nu. Om het kweken van een professionele cultuur en het bieden van perspectief op verdere ontwikkeling. En dat laatste moet in dialoog met de schoolleiding, met collega's en mentoren voor jongeren en waar nodig externe vakinhoudelijke deskundigen. Door constructieve feedback en intensieve coaching, door intervisie en door lesobservaties zonder afreken- en afvinkcultuur. En dat heeft niets te maken met zoiets als een lerarenregister. Laten we daarom het lerarenregister zo simpel mogelijk houden en vooral focussen op het tot stand brengen van een professionele cultuur met intrinsiek gemotiveerde leraren. En dat leidt dan tot de volgende stelling? Precies, en de laatste pagina laat ik even zitten. een docent wordt pas echt goed in zijn vak als hij zich gaat en mag ontwikkelen op de niet meetbare en niet telbare eisen. Dank u. Mooi, ik sta vast klaar. Er wordt al een foto van gemaakt, kan ook nog worden verspreid op hashtag de leerstoelen. Dankjewel, Frank Curve.